Hi, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je meer volume in je haar krijgt op een hele simpele manier. Met deze Batiste Volume XXL droogshampoo. Ik gebruik eigenlijk normaal nooit droogshampoos, maar deze heb ik sinds kort ontdekt. Hij is volgens mij niet nieuw of zo, maar ik vind hem super fijn. Hij creëert veel volume. En ik heb gewoon voor mezelf echt ontzettend stijl haar. Kijk, ik heb ze nu gewassen en drooggefeund. En is dit het resultaat. Zelfs krullen is altijd moeilijk bij mij. Het is gewoon heel stijl, glad. En daardoor is het echt moeilijk om er goed volume in te krijgen. Nou, met deze is het verleden tijd, het slappe haar. Ik ga jullie laten zien hoe ik dit doe en ik ben echt in een paar minuutjes klaar. Zorg van tevoren eerst dat je de bus goed schudt. En dan ga je hem ongeveer op 30 centimeter afstand sprayen op de haaraanzette haarwortels. En dat ga ik nu dus doen. En hij ziet er een beetje grijzig uit als je hem net opspuit. En zo spreekt dat eigenlijk. Dat doe ik ook aan deze kant. En ik spreek sowieso ook nog een beetje in de lengtes van mijn haren. Nou, na een minuutje dan ga ik gewoon met mijn vingers zo door mijn haar een beetje masserend. Vooral aan de bovenkant, want dat is toch de plek waar je het meeste volume wil. In ieder geval ik wel. Toch even doorheen met een haarborstel. En zoals je ziet heb ik dan meer volume in mijn haar. Het is natuurlijk niet ineens dat je zo'n bos krijgt. Maar ik voel wel degelijk dat er meer volume in zit. En het kijkt voller. En het valt gewoon net wat minder plat en zo. En het is eigenlijk wel heel fijn. Je kan sowieso natuurlijk het effect zo gek en zo wild mogelijk maken als je zelf wilt. Ik bedoel, als je voorover gaat hangen met je hoofd voorover. En je spreekt het overal in de haarwortels. En je blijft even hangen en je gaat dan lekker masseren. Dan krijg je echt een hele wilde bos. Maar persoonlijk hou ik het zelf liever iets beschaafder. Het kan je haar wel wat droger maken, vooral in de punten wat meer frizzy. Nou, daarvoor gebruik ik dan een haarolie. Ik gebruik graag deze BioSilk Summer Therapy. En die doe ik dan gewoon een beetje in de punten. Heel klein beetje maar. Het is ook heel gemakkelijk uit te borstelen. Het ruikt lekker. Hij is te koop voor €5,99 bij bol.com onder andere. Dan zul ik vast nog gisteren zijn waar je hem kunt kopen. En wat nou zo fijn is, is dat als het uiteindelijk toch in de loop van de dag weer wat in gaat zakken, dan doe ik een keer een beetje zo met mijn handen en dan komt het volume ook meteen weer terug. Of je gaat er even met een borstel doorheen, maar het effect blijft en dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ik hoop dat jullie iets uit het filmpje gehad hebben en ik ben benieuwd of jij wel eens producten gebruikt om volume in je haar te creëren. Laat me weer weten onder in de comments of op mijn website glamouristagirl.nl. Vond je dit een leuke video? Graag duimpjes omhoog. Ik zou het natuurlijk erg waarderen als je abonneert op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doeg! I don't feel okay.